De vaccinaties en vaccinatiecampagnes in ons land zijn ondertussen al enkele maanden van start gegaan. Dit heeft ook een impact op de werkvloer en kan allerlei vragen oproepen bij werkgevers en werknemers. Wat als een werknemer zich bijvoorbeeld tijdens de werkuren moet laten vaccineren? Ik ben Sophie Groothaars, advocaat bij GC in de vakgroep Arbeid, Sociaal, Onderwijs en Ambtenarenrecht. En vandaag ga ik het kort hebben over het recht op klein verlies voor werknemers die zich tijdens de werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Het federaal parlement heeft onlangs een wet goedgekeurd die een recht op klein verlies toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Deze wet is van kracht met ingang van 9 april 2021 en geldt tot en met 31 december 2021. De invoering van het vaccinatieverlof moet werknemers over de streep trekken en helpen om het vooropgestelde vaccinatiedoel van 70% te halen. Het recht op klein verlies houdt in dat de werknemer zonder loonverlies van het werk afwezig mag zijn wanneer hij zich tijdens de werkuren laat vaccineren tegen het coronavirus. De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. Het gaat dus niet alleen om de tijd van het vaccineren zelf, maar het gaat ook om de verplaatsingstijd naar het vaccinatiecentrum. Het recht op klein verlies geldt ook voor de tweede inenting. De wet is van toepassing op alle werknemers en werkgevers die met elkaar verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Jobstudenten, uitzendkrachten en het contractueel personeel van de openbare sector vallen daar dus ook onder. Statutaire personeelsleden, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen vallen daar echter niet onder, aangezien zij dus niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Er moeten twee voorwaarden vervuld zijn om gerechtigd te zijn op loon tijdens het vaccinatieverlof. Voor eerst moet de werknemer de werkgever op voorhand verwittigen en dit onmiddellijk vanaf het tijdstip van de vaccinatie voor hem bekend is. De werkgever kan de afwezigheid niet weigeren en mag ook geen druk uitoefenen op de werknemer om de vaccinatie buiten de werkuren te laten plaatsvinden. Ten tweede mag de werknemer het recht op klein verlies alleen maar uitoefenen voor het doel waarvoor het is toegestaan, namelijk om zich te laten vaccineren. Om deze verplichting te controleren, mag de werkgever zijn werknemers verzoeken om hiervan een bewijs voor te leggen. De bevestiging van de afspraak waaruit het uur en de plaats van de vaccinatie blijkt, geldt als voldoende bewijs. Indien de bevestiging dat niet vermeldt, dan moet ook de uitnodiging worden voorgelegd. Het is niet toegestaan om van de werknemer te verlangen dat hij zijn feitelijke aanwezigheid in een vaccinatiecentrum bewijst. Men dient zich hierbij wel te behoeden voor de mogelijke privacybeperkingen die verbonden zijn aan de verwerking van medische gegevens. De wet bepaalt dat het de werkgever is toegelaten om deze informatie te verwerken met het oog op 1. De organisatie van het werk en 2. Het verzorgen van een correcte loonadministratie. Maar de werkgever mag echter geen kopie nemen van deze afspraakbevestiging of informatie uit deze afspraakbevestiging manueel overschrijven. Met uitzondering natuurlijk van het tijdstip van de afspraak. De werkgever mag met andere woorden enkel de afwezigheid van de werknemer registreren als een klein verlies, zonder vermelding van de reden daartoe. Gebruikt de werknemer zijn recht op klein verlies voor een ander doel, dan kan hem het loon worden ontzegd voor de uren van ongerechtvaardigde afwezigheid. Indien de werknemer ten gevolge van de vaccinatie ziek zou worden, dan gelden de gewone regels in zaken arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon. Dus het recht op betaald vaccinatieverlof geldt dus enkel voor de vaccinatie zelf. Bij vragen kan je steeds terecht bij onze advocaten van de vakgroep Sociaal en Arbeid, Onderwijs en Ambtenarenrecht of op www.gc.be.